Goedenavond allemaal. Welkom bij een nieuwe live-uitzending. Ik ben er even een beetje op tijd, want ik moest even kijken of ik wel alles goed had. Ik zit vanavond weer in mijn woonkamer, dus eventjes weer kijken of alles gaat lukken. Maar volgens mij kunnen we ook daar gewoon weer live, dus we gaan het gewoon weer proberen. Ik ga even alles delen en klaarzetten. En dan gaan we zo van start. We gaan deze keer gaan we kleuren, of tenminste, we gaan wellicht niet echt kleuren, maar meer een beetje proberen. De nieuwe potloden die zijn bij ons binnen de ChromaFlow potloden. En dit zijn nieuwe potloden, tenminste binnen onze hobbybranche, zeg maar, van de Derwent. Ze zijn bij ons binnen en ik heb ze nog helemaal niet geprobeerd. En ik wil het vanavond gewoon samen met jullie gaan proberen. Dus ik moet ze ook nog slijpen. Ik heb er geen kleurenkaart van. Ik heb zelfs geen reviews van andere mensen eigenlijk bekeken. En dat heb ik heel bewust niet gedaan. Want dan heb ik ook al een vooroordeel. En dat wilde ik eigenlijk niet. Oh, nu klik ik even op wat verkeerds. Nu moet ik even kijken of ik het weer terug kan vinden. Even kijken of ik mijn iPad nog zo neer kan zetten. Ja, volgens mij gaat dat ook nog lukken. En dan heb ik alles paraat. Ja, toppie. Nou, volgens mij slinger ik ondertussen ook tegen mijn camera aan. Dat was niet de bedoeling. Nou, volgens mij gaat het wel helemaal goed komen. Nou, ik heb dus nog niet zo heel veel onderzoek gedaan. Dus technische vragen kan ik vanavond helaas niet beantwoorden. Misschien dat jullie wel zoiets hebben van, nou, wat is dat nou weer voor slechte zaak? Nou, helaas, het kwam gewoon binnen. Potloden word ik altijd enthousiast van met alle kleurmediums. En ja, ik heb altijd zoiets van, ik moet het dan gewoon hebben. En ik had ze meegenomen, maar dus niet kunnen proberen. Ik weet dat aanstaande woensdag Ilse Hoekstra live gaat bij onze collega van de Duif. En zij weet veel meer ervan. En zij gaat dan ook alle technische vragen beantwoorden. Dus wil je er meer over weten, kijk dan ook woensdag even mee. Wij hebben alle 72 losse potloden. Ze kosten €2,65 per stuk. Dus ze zijn iets goedkoper dan de Lightfast. Wij hebben de dozen van 48 en 36 op voorraad. De doos van 72 is momenteel helaas nog niet leverbaar bij ons. Die komt hopelijk zeer binnenkort. Nou, de potloden. Ik ga deze eventjes openmaken. Als je tenminste open wil. Van 48. Nou, ze zitten er allemaal in. Nou, ik kon niet wachten op het blik. Dus ik heb alle 72 losse potloden. Dus die laat ik zo even zien. Maar deze krijg je dus in een heel mooi blik. Mooi kleurensegment zit erin. Deze zijn dus geschikt om heel veel laagjes ook over elkaar te doen. De Derwent is een rijk gepigmenteerd potlood. Waarmee je heel veel laagjes over elkaar kunt doen. Het is een hele goede prijs-kwaliteit verhouding, zeg maar. Dit set is €119,95. Dan heb je dus de 48 potloden. De 72 die kost €179,95. En wat die van 36 kost, weet ik zo niet uit mijn hoofd. Zoals ik al zei, ik kon dus niet wachten en ik heb alle losse potloden even meegenomen. Maar ik heb ze wel voor mijzelf in een map gedaan. Even kijken, volgens mij. Nou, te vergelijken met de Lightfast. Kijk, de Lightfast is een je kunt geen appels en peren met elkaar vergelijken. De Lightfast is ook duurder, dus die is gewoon kwalitatief nog beter.
Je kunt ook geen appels met appels vergelijken. Je hebt Granny Smith en je hebt Golden Delicious. De een betaal je ook wat meer voor dan voor de ander. Dus ja, dat is met potloden exact hetzelfde. Dus je kunt niet alles echt met elkaar vergelijken. En net wat ik zeg, het is voor mij ook nieuw. Dus ik ga ze vanavond voor het eerst inwijden. Echt alle punten zijn nog nieuw. Dus ja, ik kan er nu geen technische vragen over geven. Dat hoop ik in een andere uitzending te doen. Vanavond is het gewoon echt alles bekijken. Nou, wat ik sowieso nodig ben is de witte. En die ga ik sowieso gebruiken. En ik ga er even een paar kleurtjes uitpakken waarvan ik denk van die wil ik even gaan gebruiken. Een mooie turquoise green. Een teal kleurtje en een bondi blue. Die lijken me wel heel erg mooi. Even kijken. Dan hebben we nog een hele mooie green. De Light Fast is olie en de Chroma Flow is wax, zegt Cordine. Nou, dankjewel. Net wat ik zeg, ja, ik heb dus mijn onderzoek niet kunnen doen. Het is voor mij ook gewoon nieuw. Ik ga gewoon vanavond een beetje kleuren. Kijken hoe je laagjes aanbrengt. Hoe het werkt met terpentine. Allerlei dat soort dingen een beetje. Ik haal er gewoon even een aantal kleurtjes uit. En we gaan gewoon een beetje kleuren en testen. Ja, dat is eigenlijk bij alle potloden. Het kleurengamma van de Chroma Flow is meer op de hobbyisten vastgesteld. Nou, super Cordine. Dank je wel voor je hulp en medewerking. Dat je erbij bent. Heel fijn. Je zou haast een labelhanger eraan moeten hangen om te lezen welke kleur achter de rit zit. Ja, inderdaad. Het klopt inderdaad dat je de potloden eerst even moet slijpen voordat je ermee aan de slag gaat. Nou, daarvoor heb ik uiteraard weer mijn dalen puntenslijper. De dalen puntenslijper is een hele fijne, want die raspt wat van je potloden af. En die, dan doet het niet zozeer, zeg maar, om je punten slijpen, want je slijpt er maar een heel klein stukje af. Als jij een gewoon puntenslijper pakt, dan slijp jij al heel veel van jouw potlood weg. Dus dat is gewoon jammer. Ik ga even een aantal punten slijpen, want anders dan kunnen we natuurlijk niks. Ja, de Light Fast is ook een heel fijn potlood. Daar ben ik ook zeer tevreden over. Maar ja goed, daar werken we dus vanavond even niet mee. En ja, dat is echt de Mercedes onder de potloden. Maar ik snap ook dat dat niet voor iedereen betaalbaar is. Kijk, die kosten al 3 zoveel per stuk, meen ik. En deze zijn 2,65. Dus dat scheelt ook alweer in de portemonnee. Nou, ik heb dus ook geen voorwerk kunnen doen. Vanavond is echt gewoon een uurtje samen met mij meekijken. Ik zal straks, als ik aan het kleuren ben, wel de kleurnummers even noemen waar ik mee bezig ga. Voor de liefhebbers, dan kunnen jullie ze eventueel ook aanschaffen. Ja, het voordeel van deze dalenpuntenslijper is inderdaad ook dat hij stopt zodra die punt helemaal scherp is. En jullie zien wel, het heeft gewoon echt een hele mooie scherpe punt. Ja, ik slijp een beetje voorzichtig, want ik heb er een houten plankje onder liggen met houtstructuur. En die schuift heel erg op mijn tafel. Ik moet even zien dat ik gewoon een stukje zeil krijg. En dat ik dat hier neerleg. Dat schuift iets minder. Maar dat had ik nog niet.
Dus dat komt nog. Nou, ik heb een aantal kleurtjes geslepen, dus daar gaan we mee aan de slag. Ik heb uiteraard ook wat gestempeld. Even kijken, waar heb ik dat? Want ik heb verschillende papiersoorten ook gepakt om gewoon even van alles uit te gaan testen. Ik heb bijvoorbeeld op zwart papier met gouden embossingpoeder gedaan. En dat is papier van Derwent. Nee, van Paint On. Dat is de zwarte. Dus ik ga hierop werken, op Paint On zwart. Ik heb op Bristol gestempeld met zwarte inkt. Dus dat gaan we proberen. Daar heb ik er nog eentje op gedaan, omdat ik dat ook wel een mooi motiefje vond. Dit is met witte embossingpoeder, ook op dat Paint On. Dit is papier, ook van Paint On, maar dat is de... Ja, de Lies, dat is een gladde. Ook 250 gram, die wil ik gaan proberen. Maar jullie zien wel, die is wel ietsjes geler. Dus ik heb er ook nog even eentje gestempeld op het Perfect Coloring Paper. En dat is weer wat witter en wat gladder. Gaan we ook proberen. Ik heb er zelfs nog eentje op aquarelpapier. Misschien dat we dat ook nog even kunnen testen. En deze is op ook dat Paint On Lies. Dat witte. En dit is trouwens het Bristol papier. Dus dat gaan we testen. En ik heb ook nog craft cardstock. Dus we gaan van alles proberen. Nou, voordat we echt iets gaan proberen. Ik heb hier de Derwent. Nee, dit is de Bristol. Ga ik eerst even een rondje tekenen. Want we gaan eerst even een echt proefje. Want het is voor mij ook de allereerste keer dat ik die potlood aanraak. Dus dan moet ik ook even weten wat kan. Oh, dan moet ik even een pennetje pakken waar ik een rondje mee kan tekenen. Het is een brushpen, nou ja, dat maakt niet uit. Zou ook vast wel kunnen. We gaan gewoon even meerdere rondjes gelijk tekenen. Het zijn even wat bredere rondjes geworden, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Nou, de een kleurt heel graag in cirkelvorm. De ander die kleurt liever met gewoon streepjes. Ik ga het gewoon even proberen. Oeh, dit is wel lekker glad om te kleuren, moet ik zeggen. Daar komt wel gelijk lekker veel pigment vanaf. Ik zal zo eens even kijken of ik jullie ietsjes in moet zoomen of niet. Ik denk het haast wel. Nou, dit is wel heel erg leuk om laagje op te bouwen. Ja, ik ga jullie even een stukje inzoomen. Volgens mij moet dit ver genoeg zijn. Nou, je kan hier gewoon echt... Wat je ook met potloden doet, is dus eigenlijk een beetje... De ene keer kleur je deze richting op, dan die andere richting op. Op die manier krijg je dus ook niet zo heel veel strepen. Dus je gaat gewoon echt laagje opbouwen. Nou, ik had in de gauwigheid gelezen dat deze potloden dus ietsjes dunner zijn om vast te houden. En volgens mij klopt dat ook, want ik heb hier ook nog de Lightfast. En die zijn inderdaad grover. Dus ze zijn net ietsjes dunner. Ja, ik ga straks even kijken wat het doet op aquarelpapier. Wat allemaal getest vanavond. Vanavond gaan we gewoon echt dingen even testen. Nou, in ieder geval op het Bristol vind ik het wel heel erg fijn kleuren.
Ik ga zo meteen ook even kijken wat het doet als ik dus met terpentine erbij ga doen. En met de Derwent blender erbij. En als je dus een andere kleur eroverheen doet, wat het dan gaat doen. Nou, je kan in ieder geval door gewoon zo streepjesgewijs te gaan kleuren, kan je dus al lekker wat schaduw aan gaan brengen. Dit gedeelte wil ik gewoon licht houden. Dus over dit gedeelte ga je gewoon nog weer heen. Dus het is gewoon echt lekker zo laagjes opbouwen. En hoe harder jij natuurlijk aanzet, hoe meer kleur er van jouw potlood afgaat. Dat is gewoon makkelijk zat. Ik denk dat ik jullie nog wel een stukje in kan gaan zoomen. Zo. Even kijken. Ik zal eens even kijken naar een stukje als ik dus met hetzelfde potlood. En dat ga ik in dit rondje doen. En dan ga ik even de terpentine erbij pakken. Ik ga nu gewoon eventjes snel wat kleur opbrengen. En dan gaan we eens even kijken als we dus naar het bovenste oud gaan vloeien. Wat het dus doet als we er doezelaars en terpentine bij gaan gebruiken. Want dat deed ik voorheen altijd met de Faber-Castells heel veel. Inkleuren van poppetjes en dan echt met de terpentine erbij. De laatste tijd gebruik ik eigenlijk niet veel meer de terpentine. Maar ja, alles kan weer terugkomen, hè? Even kijken. We hebben er een doezelaar bij. Die ga ik eventjes slijpen. Brokkelen ze tijdens gebruik? Nee, ik heb wat je ziet, zeg maar. Het is gewoon echt heel mooi. Loopt het in elkaar over. Dus het is niet dat je ook veel van dat potloodslijpsel hebt, zeg maar. Nou, het kan prima met de terpentine erbij. Hoeft niet, maar heb jij moeite met kleuren en wil jij dat graag? Je kunt er dus ook gewoon echt uitdoezelen met de terpentine. Ik weet niet of het hoort, maar goed, ik probeer het, dus het gaat wel. Ik ga er even een tweede kleur overheen zetten om te kijken wat hij nu gaat doen. Dus dit is een iets donkerdere kleur en daarmee wil ik gaan proberen om de kleuren mooi te gaan mengen. En dat ga ik in dit geval dus ook weer met mijn doezelaar doen. Om te kijken hoe dat wordt. Nou kijk, zie je die kleur, die kan je nog weer helemaal meetrekken naar boven toe. Dus zet het ook niet te dik aan. En je kunt hiermee weer ontzettend leuke creaties maken. Wat is het verschil met de polychromos? Nou ja, net wat ik dus in het begin al van de uitzending zei. Dit is mijn allereerste test en ik kan de verschillen nog allemaal niet noemen, dames. Daar heb ik gewoon geen tijd voor gehad, voor onderzoek. En kan ik dus helaas nu niet allemaal beantwoorden. De technische vragen zal, net wat ik net al zei, Ilse Hoekstra die gaat ermee in de groep van onze collega De Duif aanstaande woensdag. En zij zal wel meer informatie weten. Ik ga me er uiteraard ook in verdiepen. Maar wanneer ik die informatie dus allemaal paraat heb, kan ik nu niet zeggen. Je kunt het ook gewoon gaan mengen op je papier zelf.
En je gaat dan gewoon weer met de lichtere kleur eroverheen. En dan meng je de kleuren ook weer in elkaar. Dus je kunt ook laagje over laagje aanbrengen door gewoon alleen met potloden te werken. Of je kan gaan werken met jouw terpentine. Ik kan ook even kijken wat het blenderpotlood van Derwent doet. Want we hebben ook van Derwent een blenderpotlood. Even kijken, dit is de Burnisher. En dit is de blender. Want met een blender kan je ook de kleuren nog weer een beetje in elkaar over laten lopen. Nou, dat geeft ook wel een heel mooi en egaal effect. Dus kijk, het kan beide. Het kan dus alleen met potlood of het kan met een terpentine als jij dat leuk vindt werken. Dit is een klein schuurblokje, maar het kan ook bijvoorbeeld met zo'n schuurblokje van Joycraft of met een nagelveldje. Het gaat er dan om dat jij jouw doezelaar even schoonmaakt, dat dat kleurtje eraf gaat. Polychromos zijn op oliebasis en dit is op waxbasis, heb ik net gehoord. Dus dat is een verschilletje. Nou, dit is dus op het Bristolpapier. Bristolpapier vind ik zelf heel erg fijn papier om op te kleuren. Dus ja, die is goedgekeurd. Dan hebben we craft cardstock. Oh, daar wil ik eigenlijk even een... nou, weet je, ik kan ook gewoon de roos even in gaan kleuren. Die ga ik even met paars doen. En daar kan je voor kiezen om alleen paars te doen. Of dat je de wit onder gaat doen. Ik ga gewoon beide even uitproberen. Dus ik begin nu eerst eventjes met de paarse kleur rechtstreeks op mijn craft, hoe dat uit gaat pakken. Ja, ik had mij al uren kunnen gaan voorbereiden in het technische. Sowieso had ik daar geen tijd voor. Maar soms is het ook wel gewoon goed om te kijken van wat kun je met zo'n potlood en ook gewoon onvoorbereid. Want weet je, iedereen heeft toch een eigen mening. En ik doe het nu gewoon tijdens de live. En jullie hebben wel gezien, ik moest ze nog slijpen en dat soort dingen. Dus dan kan ik gelijk mijn ongezouten mening geven. Nou, er komt een beetje donkerder paars weer bij. En zo gaan we gewoon laagje op laagje een beetje opbouwen. En dan denk ik dat ik er straks nog een beetje wit weer bij ga doen, gewoon voor de schaduw. En dan gaan we er straks ook eentje proberen met wit eronder. Want je kan ook wit als onderlaag gaan aanbrengen. Te laat om te kijken. Nou ja, weet je, ik ben nog niet zo heel lang bezig. Dus schuif nog gezellig aan. Ik vind wel dat deze gewoon echt fijn in de hand liggen. Mooi blenden. Je kan er lekker lichtjes mee kleuren. Je kan heel intens van kleur gaan doen. Dat gaan we straks doen. Ik heb nu gewoon de iets lichtere kleurtjes. Ik wil hier nog wat donkerdere schaduw hebben. Dan moet ik zeggen, ik zit er een beetje onhandig voor. Ik heb net een beetje valse schaduw, maar dat komt door mijn daglichtlamp die erboven hangt. Maar goed, dat maakt niet uit. En die stukjes wat ik dus eigenlijk gewoon het lichtste wil houden,
Die kleur ik bijna niet in. Dan ga ik nu weer met mijn lichtste kleurtje overheen. En dan ga ik straks vanuit de bovenkant trek ik nog even een klein beetje wit weer eroverheen. En ik heb nu zomaar even wat kleurtjes bij elkaar gepakt. Ik heb daar niet echt op de kleuren gekeken. Maar het pakt wel mooi bij elkaar uit, moet ik zeggen. Het blendt in ieder geval wel mooi. Ja, weet je, ik ben een kleurjunkie en dan moet ik altijd alles hebben. Ik ben echt iemand, ik word heel blij van kleurtjes. Nou, je kan het ook met wit nog weer een beetje gaan blenden. Kijk eens, dit geeft wel echt een heel mooi pastel effect. Ik word hier wel blij van. Kijk eens. Echt superleuk. Nou, ik lees al iemand van, ik kan niet kleuren. Je kunt kleuren. Iedereen kan eigenlijk wel kleuren. En weet je, oefen gewoon elke dag even een stukje. En je krijgt steeds meer ervaring ermee. Gewoon blijven proberen en proberen. Nou, wat je ook kan doen is dus eerst een laagje wit eronder doen. Dat gaan we nu eens even proberen. Dus dat je gewoon even een dun laagje eronder doet. Ja, dit is gewoon echt... ik zag bij Cordine en bij Dini al allemaal mooie voorbeelden. En Miranda van der Bos. Dus er komen op internet allemaal voorbeeldjes tevoorschijn. Maar ja, ik had er gewoon geen tijd voor. En ik vond het ook wel leuk om het gewoon samen met jullie uit te proberen. Maar ik moet zeggen, ik vind ze wel echt fijn kleuren. Ik vergeet misschien wel jullie reacties mee te lezen. Want als ik eenmaal aan het kleuren ben, dan vergeet ik alles om mij heen. En dan vergeet ik ook jullie. Maar ja, goed. Dan moeten jullie me aan de bel trekken. Ik zag dat er allemaal dames aanwezig zijn die willen helpen. Dus daar ben ik heel blij mee. Kleur deze nu hetzelfde als de Derwent Colorsoft? Nou, ik vind deze niet te vergelijken, eerlijk gezegd, met de Derwent Colorsoft. Ik vind deze veel meer pigment hebben. Derwent Colorsoft heb ik zelf persoonlijk nooit een heel favoriet potlood gevonden. Maar dat is dus gewoon heel persoonlijk. De een vindt het wel fijn, de ander vindt het niet fijn. Klopt, Cordine. Ik vind deze ook veel meer kleur afgeven. En een veel sneller resultaat. Nou, je ziet wel, er zit dus wel zeker verschil in tussen eerst wit aanbrengen of geen wit. Deze heeft gewoon echt een beetje een soort vintage look. En hier ligt de kleur er veel helderder bovenop. Dus dat is het verschil van eerst wit aanbrengen of gelijk rechtstreeks op craft cardstock gaan kleuren. Nou, ik wil ook nog even proberen wat het doet als je hierbij dus ook die terpentine gaat gebruiken. Gewoon even om het verschil te zien. Dus eerst een laagje wit. En ik denk dat ik bij deze dan maar mijn middenkleur even ga pakken. En een klein beetje van die donkere kleur. En dan ga ik dat proberen met mijn terpentine uit te doezelen. Ja, de Colorsoft die zijn veel harder en die... Ja, ik vind de kleuren ook gewoon lang niet zo mooi. Dit is gewoon echt een heel mooi zacht potlood. Nou, zie je ook met
Terpentine gaat het heel erg goed. Dus ja, de een houdt van kleuren met terpentine, de ander niet. Als je met terpentine doet, hoef je minder laagjes over elkaar aan te brengen. Dus ja, het is gewoon net wat jij zelf fijn vindt. Er zijn zoveel wegen naar Rome. En ja, de een houdt, ja, net wat ik zeg in het begin, van een Granny Smith. De ander van een Elstar. De ander van Jona Gold. Dus ja, kies wat waar jij blij van wordt. En ik word overal blij van. Jammer genoeg. Even kijken. We hebben nog papier. Oh, daar wil ik eigenlijk even een mooie rode bij hebben. Dan ga ik even weer potlood erbij pakken. Een mooie rood of een mooie roze. Dat kan ook nog. Moet ik even weer slijpen. Dit is namelijk het papier van de Paint On. En dat is gewoon de gladde witte. Die wil ik ook even gaan testen. Er zijn kleuren van de Colorsoft, maar ook van de Pro Color of Artists. Ja, de Pro Color, die heb ik ook nog. Och, weet je, dames, ik heb echt... De Pro Color heb ik, de Lightfast heb ik. Ik heb de Chroma Flow. Ik heb de Luminance heb ik allemaal. Ik heb de Prisma Color allemaal. Ik heb nu gestempeld met de... gewoon met de VersaFinder Nocturne. Ik ga nu dus kleuren op gewoon glad papier. Kijken hoe dat weer uit gaat pakken. Met een mooie stempel uit de Grunge collectie van Studio Light. Dus ik kijk gewoon eerst even een beetje waar ik de donkerste kleurtjes wil hebben. Nou, ik moet zeggen, deze geeft wel echt lekker veel kleur af voor dames. Ik vind het een heel fijn potlood. Ik ben blij dat ik alle 72 kleurtjes gelijk maar genomen heb. Ja, en ook met potloden kleuren, weet je, iedereen heeft zo zijn eigen manier van inkleuren. Ik wil wedden dat Cordine zoiets heeft van ik kleur op een totaal andere manier. En dat is ook alleen maar goed, want weet je, iedereen moet het lekker op zijn eigen manier doen. Ik vind het altijd leuk om eerst even een kleine lichte laag aan te brengen. En op die manier ga ik gewoon gaandeweg een beetje spelen van hoe ik mijn afbeelding opgebouwd wil hebben. Ik doe heel vaak meerdere kleurpotloden ook door elkaar heen. Gewoon echt voor een leuk schaduwgebruik. Ik ga de kleur magenta erbij doen. Die komt onderaan bij de schaduw een beetje. Dan gaan we dat straks lekker in elkaar proberen te blenden. Dus jullie zien wel, het zijn gewoon verschillende kleurtjes. Je hoeft niet altijd kleuren te pakken die ook echt op elkaar volgen. Je moet daar gewoon zelf een beetje mee gaan spelen. Nou, ook dit papier vind ik wel geschikt voor deze potloden. Dus als je maar gewoon een lekker glad papier hebt, volgens mij gaat het dan al prima. Nou,
Nou, ik ga weer even een stukje terug naar dit plaatje. Dus je kan het met ronddraaien, de bewegingen. Je kan het ene stuk wat harder aanzetten. Het andere stuk wat zachter aanzetten. Je kan het met de doezelaars doen. Je kan het met terpentine. Gebruik je als je kleurt één soort of mix je met verschillende derwentpotloden? Nou, meestal probeer ik het voor mijzelf gewoon eventjes binnen één soort te houden. Maar als ik nou zoiets heb van, nou weet je, ik mis een kleurtje. Of ik kom er net niet helemaal uit. Dan pak ik gewoon meerdere soorten door elkaar heen. Dus vaak wil dat wel. Meestal geeft dat niet zo'n heel groot probleem. En dan zie je door juist kleurtjes te pakken die eigenlijk niet opeenvolgend zijn, krijg je juist in de bloemen een ontzettend mooi verrassend effect. En dit blendt gewoon heel erg mooi in elkaar, moet ik zeggen. Ik zal het zo proberen nog iets dichter voor jullie in beeld te gaan krijgen. Maar ik word hier wel heel blij van. Dit smaakt wel naar meer, zeggen ze. Nou, zo kan je gewoon laagje over laagje op gaan bouwen. Ik wil het hier nog weer wat donkerder, dus nog even een extra laagje. Daar onderaan wat donkerder. Krijg je geen kramp in je handen? Nee, ik heb... Ja, je moet je potloden ook niet te strak vasthouden, hè. Het, eigenlijk moet je je potloden gewoon lekker losjes over het papier laten gaan. Je moet dus ook niet te veel kracht zetten. Kleuren moet gewoon ontspannend zijn. En niet inspannen. Dus je moet niet mega veel kracht zetten op je potlood. Nou, ik zal hem zo in beeld laten zien. En dan laat ik deze eventjes voor wat het nu zo is. Want ik kan wel door blijven kleuren. Maar jullie snappen het principe van deze wel. Kijk, je krijgt het gewoon echt heel erg mooi. En je kan ook nog met de blender eventueel dus eroverheen wil jij het nog meer uit gaan blenden. Ik zal eens even kijken of je eventueel bij deze ook met de witte nog kunt blenden. Dat zal wellicht ook willen. Nou, ook dat gaat prima. Dus het blenden kun je met terpentine doen, met de Derwent blender potlood. Je kan het met het witte potlood doen. Dus, oh, ik vind het wel echt leuk. Ik vind deze combinatie ook wel heel erg mooi, moet ik zeggen. Nou, goed gelukt. Nou, even mijn sloggy koffie erbij. Die is al koud aan het worden. Even kijken. Dan heb ik nog om te proberen deze. En dat is dus een bloem van Art by Marlene. En die wil ik ook even in gaan kleuren. Ik denk dat we nu maar even lekker geel gaan gebruiken. En daar ga ik één blaadje mee kleuren. Met eerst met wit eronder. En ik ga er eentje doen zonder wit eronder om te kijken wat het verschil is. Dus even bij deze een laagje wit. Dus dit is het zwarte papier van Claire Fontaine. Ik heb de papiersoorten heb ik ook gelinkt in onze webwinkel, dus daar kun je dat terugvinden. Ik ga deze bloem
dus voorzien van wit. En dan ga ik die bloem hieronder ga ik straks inkleuren zonder wit eronder. Is de derwent fijner als de Faber Castell? Ja, nogmaals, ik kan geen appels en peren met elkaar vergelijken. En wat ik fijn vind, hoeft een ander weer niet fijn te vinden. Hè? Kijk, er zijn mensen die zweren alleen maar bij de Faber Castell. En er zijn mensen die zweren alleen maar bij de derwent. De een rijdt bijvoorbeeld zijn hele leven lang een Renault. De ander rijdt zijn hele leven lang een Volvo. Omdat je niet wat anders wil. Dus ja, het is gewoon lastig om te zeggen. Van ja, wat is beter? Wat is het beste? Ik kan ook niet in jullie portemonnee kijken wat jullie eraan kwijt kunnen en willen. Dus dat zijn allemaal dingen die meespelen. Ik kan alleen maar mijn persoonlijke ervaring zeggen. En ik moet zeggen, ik vind deze gewoon heel erg fijn. En ook de Faber Castell ben ik ook zeer over tevreden. Dus ja, ik ben niet echt merkgebonden. Ik ben gewoon meer van, ja, alles proberen. Ik vind alles fijn. Nou, jullie zien wel, dit gaat ook echt leuk worden op zwart. Dus ook hiermee ja, laagje over laagje. Deze bloem heb ik met Versamark eerst gestempeld. En daar heb ik de witte embossingpoeder overheen gedaan. Dus ik heb dit echt met embossingpoeder gedaan. Nou, dit kan je echt lekker laagje over laagje op gaan bouwen. Ik moet zeggen dat deze iets dunnere potloden ook wel lekker in de hand liggen. En je ziet wel, je krijgt ook niet echt strepen. Want dat heb je ook nog wel eens met potloden. Dat je gewoon echt ziet dat jij gekleurd hebt met potloden. Dan zie je gewoon echt overal van die dikke strepen. Nou, dat heb je bij deze dus ook niet. Wil je het hier weer wat lichter hebben, kun je natuurlijk nog weer gaan blenden met je witte potlood. En dan krijg je het daar gewoon weer net ietsjes egaler. Kijk eens. Dit is toch ook gewoon gaaf. Ik vind het mooi. Het ligt er gewoon echt heel mooi op, dames. Nou, ik ga datzelfde even proberen in deze bloem. Met dezelfde kleurtjes, maar dus zonder wit eronder. En dan gaan we eens even kijken hoe dat uit gaat pakken. Nou, je ziet al wel, het dekt in ieder geval wel gelijk goed op het zwarte. Dus je kunt hiermee eigenlijk heel snel laagjes opbouwen. Nou, daarbovenaan wil ik het nog eventjes wat lichter houden, want daar komt zo meteen het lichtste stuk. Nou, jullie zien wel hoe mooi het ook verzadigt op je papier. Dus echt, ja, weinig strepen. Ik krijg nu zin om te kleuren, lees ik. Nou, ik krijg ook geen zin om te stoppen. Ik weet niet eens hoe laat het is. Ik ga ook nog maar eventjes niet kijken. Want ik vind het zo heerlijk. Ja, als ik eenmaal kleur, dan vergeet ik alle tijd. Maar ja, goed. Dan geeft mijn lijf vanzelf wel aan dat ik moet stoppen. Dus ik voel het wel, maar het liefste zou ik gewoon ja, eindeloos doorgaan. Het is gewoon echt, ja, gedachten op nul en gaan met die banaan. En dat vind ik dus zo fijn van die potlood, dat je gewoon, ja,
eigenlijk laagje over laagje door kan kleuren. Ik wil deze ook hier bovenaan een beetje gaan blenden met wit. Gewoon omdat daar die schaduw een beetje komt. Of het lichtste punt komt, zeg maar. Nou, je ziet wel, deze ligt ook bij dit weer net wat helderder erbovenop dan die zwarte. Maar goed, dat is dus gewoon, ja, welk effect wil jij ook bereiken? Dus het kan beide ontzettend mooi. Dus of eerst een wit laagje eronder, of je doet het gewoon zonder, net wat jij zelf het mooiste vindt. Nou, we hebben daarvoor ook wat mooie stempels van Just Lou. Dat zijn hele mooie mindful stempels. Die zijn op het formaat van 20x20. En ja, je ziet wel, ik heb even heel snel wat gestempeld. En dat is dus niet helemaal goed gegaan. Maar ja, haastig spoed is zelden goed. Ik denk, dan heb ik in ieder geval even wat, wat klaar liggen. Maar die ga ik dus nog eventjes opnieuw doen. Maar dit zijn dus ook hele toffe stempels om te gaan oefenen. Nou, ook hierbij dus gewoon eventjes weer een basislaagje van wit. Nou, ik doe nu gewoon even echt ook een beetje de speedy coloring hoor. Ja, het liefste zou ik nu gewoon alle kleurtjes even testen. Want weet je, er zitten zoveel mooie kleuren in. Ik ga proberen zo snel mogelijk kleurenwaaien te maken. Want ik zag echt zoveel tofs. Nou, ook hierbij kan je dus lekker je kleurtjes weer aan gaan zetten. Nou, dit zijn echt van die leuke projecten waar je dus verschillende kleuren lekker kan gaan testen. Kleurtjes over elkaar heen in verschillende tinten. Maar ja, ik ga nu een klein beetje, wat zullen we doen? Gewoon een beetje blauw ook nog hier overheen. Want daarmee krijgen we natuurlijk weer een lekker abstract ideetje. En dat gaan we weer lekker mengen met onze gele straks. Dus gewoon niet nadenken, maar gewoon dom even wat kleurtjes maken. Kijk, en dit blendt weer heel mooi in elkaar als je daar dus die andere kleur weer overheen doet. Oeh, ik vind het leuk. En dan gaan we door naar een lichtere kleur. Ook Cordine, die was al bezig met de kleuren waar je maken als super. Ja, dat vind ik ook altijd belangrijk om gewoon even een kleurenkaart erbij naast te hebben. Want weet je, aan de punten kun je nooit zien hoe het er exact uit komt te zien. Ik vind altijd de kleuren waar je wel heel erg prettig werken. Het is altijd even wat werk. Maar ja goed, het is maar eenmalig. En je hebt er daarna heel veel plezier van. Ja, van kleuren word ik ook altijd gewoon echt ontspannen. Dat is zo lekker om te doen. Kijk eens, dit geeft toch gewoon echt een tof effect. Dus je kunt ook binnen je afbeelding gewoon lekker gaan zitten blenden met verschillende kleurtjes. Nou, ik kan deze hier onderin nog ietsjes donkerder weer maken. Gewoon net zolang totdat jij zelf tevreden bent over de kleur. Gewoon een beetje verschillende richtingen uitkleuren.
Als jij verschillende richtingen uitkleurt, dan pak je namelijk veel meer vezels van je papier. En dan kan je het veel mooier en egaler kleuren. Dus gewoon ook af en toe even een beetje draaien met je papier. De oranje er weer eventjes overheen. Ja, ik kleur meestal gewoon een beetje op gevoel. Gewoon net wat zelf fijn is. Ja, als je een kleurenwaaier... inderdaad is het wel handig om dan eentje zowel op zwart op als wit te maken. Want op zwart kleuren is natuurlijk ook ontzettend leuk. Maar je kleuren pakken totaal anders uit. Want als ik ditzelfde op wit wil of op... ja, wit papier ga doen, zal mijn kleur heel anders uit gaan pakken. Want ik heb bijvoorbeeld ook die kleurboeken van Coloriage Wild. En die wilde ik ook nog even uit gaan proberen. En dan kan ik wel hetzelfde kleurtje gaan pakken. Want dan kunnen jullie zien wat het doet als ik het dus op wit ga gebruiken. Kijk, dan zie je dat deze kleur al heel anders uit gaat pakken. Nou, volgens mij is dit papier ook wel geschikt hiervoor. Kijk, niet alle soorten papier zullen natuurlijk even mooi zijn. Ik merk wel dat dit papier, het is een soort aquarelpapier. Het heeft iets meer vezels. Dus je krijgt iets meer van die witte spikkeltjes tussendoor. Maar ik denk dat we dat straks nog wel aardig weg kunnen poetsen. En wellicht als we hier straks met bijvoorbeeld de terpentine overheen gaan. Dat het helemaal wel mooi in elkaar gaat overlopen. Dat ga ik zo eens even proberen. Nou, dit papier vind ik niet het fijnste papier voor deze potloden, moet ik zeggen. Nu is dit sowieso niet echt een... boek wat ik veel met potloden inkleur. Ik vind dat dan altijd jammer als je die potloodpuntjes ziet, zeg maar. Ik vind dat altijd zo nepperig dan. Ja, goed, dat is mijn mening. De een houdt hiervan, de ander houdt daarvan. Ik ga even kijken wat er gebeurt als ik met terpentine doe. Maar het kan best zijn dat het dan juist echt prachtig wordt. Dat je dan juist al die vezeltjes weer in gaat kleuren. Ja, kijk, zie je? Nou, wil je dus met deze kleuren, dan zou ik de terpentine erbij aanbevelen. Gewoon de reukloze terpentine. En dit geeft wel een heel gaaf effect, moet ik zeggen. Nou, dat wordt dus ook weer wat vaker met de terpentine werken. Kijk, ik zal jullie het verschil laten zien. Dit is dus gewoon, als je het laagje over laagje aan gaat brengen. En met terpentine ga je dus heel mooi uitdoezelen, waardoor je dus echt die mooie contrast weer krijgt. Nou, dan kan je ook weer gewoon hier die donkere schaduw weer aan gaan zetten. Dus gewoon weer even nog een extra laagje eroverheen. Wat ik wel merk is dat ik, nu ik er nog een tweede laagje overheen doe, dat je gewoon eigenlijk als het ware nog meer pigment er overheen krijgt, dat het nog makkelijker de kleur afgeeft. Kijk, dit is toch gewoon ook gaaf. Nou, de kleuren zijn ook gewoon echt heel mooi helder. Dus ja, dat kan ook.
Hier worden we wel weer heel erg blij van. Ja, kijk, zo heb je toch al in no time een prachtig blad alweer klaar. Ik vind het gewoon helemaal leuk. Ook hierbij kun je dan prima nog weer ietsjes een beetje roze voor contrast. Eigenlijk had het rood moeten zijn, maar goed. Die moet ik nog eerst slijpen. Maar ik wil gewoon even kijken wat het doet als ik dus een ander kleurtje eroverheen ga blenden. Het is gewoon een klein beetje om wat extra accentjes te krijgen. Kijk, in de natuur hebben de bloemen ook gewoon allerlei kleuren. En ik vind het altijd leuk om dat een beetje na te bootsen. Dus even iets met een magenta kleurtje weer over het oranje heen. Nou, ik vind het leuk. Nou, dus dit papier kan zeker met die kleurboeken van Emanuele Colin. Maar dan zou ik dus wel met de terpentine erbij gaan werken. Waar kan je die kleurloze terpentine kopen en doezelaars? Ik heb het allemaal al gelinkt in onze webwinkel. Ik heb zelf de ja, de terpentine van Old Holland vind ik een hele fijne. Is gewoon reukloze terpentine. We hebben doezelaars van Derwent. Die kan je erbij gaan gebruiken. Dus dat kan allemaal prima. Ik wilde nog één ding proberen. En daar moet ik eventjes een bruin potlood voor gaan pakken. Want ik wilde even proberen op het aquarelpapier van Vasen. Hoe dat uit gaat pakken. Even kijken. Dan moet ik even een mooie bruin hebben. Bruin. Nou ja, ik pak ze even op goed geluk. Want ik weet natuurlijk ook niet hoe ze uitpakken. Ik heb coffee brown en natural brown en spice. Nou, nee, we doen sugar brown. Deze drie gaan we pakken. Ik ga eens even kijken hoe het aquarelpapier pakt. Maar ja, weet je, ik heb heel veel afbeeldingen al gestempeld liggen. Ook op aquarelpapier en overal op. En dan pak ik altijd gewoon ja, alles van elkaar. Ja, flesjes van de Action vind ik ook heel erg leuk. Mogen jullie prima kopen. Maar wij als hobbywinkel gaan dat natuurlijk niet promoten. Ik vind dit hele fijne. En ik werk hier gewoon heel erg graag mee. Kijk, ik moet ook ergens van leven. Dus ik promote mijn eigen dingen. Maar uiteraard kun je het overal kopen. En jullie zijn er ook zeker vrij in om het daar te kopen. Ik zal daar nooit wat van zeggen. Even kijken. We gaan het binnenste van de klok met deze kleur doen. Ik moet zeggen, je krijgt het wel mooi in elkaar overgelopen. Dus het is niet zo van, je hebt heel vaak met aquarelpapier, dan heb je van dat die vezels daarin zitten. Dat er allemaal hobbeltjes en kuiltjes in zitten. En dan krijg je het gewoon niet zo mooi uitgevloeid. Niet zo mooi verzadigd op je papier, zeg maar. Maar dat merk ik met deze nog niet. Ja, we gaan het gewoon proberen. En dan ga ik zo meteen ook eventjes nog met de terpentine eroverheen. Dus ik ben nog niet helemaal uitgekleurd. Scheelt dat ik ook beneden zit. Dus ik hoef niet straks nog eerst naar beneden weer. Dus dat is met de traplift. Dus dat is wel fijn. Dus dan gebruik ik die extra minuutjes maar eventjes in de live nog. En ik vermoed dat ik nog wel een keertje weer hiermee live ga.
Want dit smaakt echt naar meer. En dat ik dan gewoon echt even kleurtjes bij elkaar uit ga zoeken. En dat ik dan gewoon een hele afbeelding even in ga kleuren. Maar ik wilde vanavond gewoon even samen met jullie wat papiersoorten testen. Even kijken van, ja, wat zijn de bevindingen? Dus dit is gewoon echt mijn eerste uurtje dat ik ermee bezig ben. En ik moet zeggen dat ik er wel heel blij van word. Nou, hoe meer druk jij op jouw potlood uitoefent, hoe meer pigment hij natuurlijk ook af gaat geven. Nou, vanaf hier wil ik nog weer wat donkerder. Moet wel zeggen, ik vind het gladdere papier vind ik prettiger werken, denk ik. Maar het kan zeker. Het valt mij echt niet tegen op dit papier. Even kijken, als we daar een beetje van deze kleur weer overheen doen. Dit is de kleur Natural Brown. En die ga ik straks weer blenden met die iets lichtere bruin. Even kijken. Mag wel ietsjes verder nog doorlopen. Het loopt in ieder geval wel lekker in elkaar over die kleurtjes. Of het gaat mooi mengen, moet ik zeggen. Je kan echt laagje over laagje hiermee gaan werken. Ik heb nog een iets donkerder bruin, dat is de koffiebruin. Die gaan we hier ook nog weer aanzetten. Nou, als ik deze klok helemaal mooi in wil kleuren, dan ben ik weet niet hoe lang ermee bezig. Oh, is er een kleurenkaart van de Chroma Flow? Jeanette zegt bijna klaar. Nou, toevallig had ik ook mijn vader gevraagd om ook een bestandje ervan te maken. Dus er gaat sowieso binnenkort een kleurenwaaier van komen bij bestanden. Maar ik vermoed dat, dat onze Jeanette die dus al gaat maken. Dus wordt aangewerkt. Nou, je ziet wel dat je dus verschillende kleuren bruin ook echt prima door elkaar heen kan mengen. Nee, het potlood waar ik mee ging blenden net, dat was het blender potlood van Derwent. Ik zal hem zo nog even laten zien. Maar zoals je nu dus ook kunt zien, je kan dus ook weer blenden met de lichtste kleur waarmee ik nu gekleurd had. En dat was in dit geval de Sugar Brown. En moet je zien hoe tof die kleur nu gaat worden. Oh, ik vind het helemaal leuk. Ja, hier hou ik dus van. Hè. Dit is gewoon spelen met kleurtjes. En dan door te gaan mengen, ga je gewoon echt verrassende resultaten zien. Ik heb ze allemaal geprobeerd, maar ze stinken echt. Nou, deze van de... Van Holland vind ik echt meevallen hoor. Die, ja, weet je, terpentine, je kan het altijd wel iets ruiken. Het zal nooit helemaal 100% geurloos zijn. Oh, in de Colorstock groep komt er ook een, zegt Cordine. Nou, helemaal top. Jullie worden op jullie wenken bediend, dames. Oh, kijk eens, dit is toch echt mooi. Ja, en daar kan ik wel uren op doorgaan. Nou, ik zal deze ook nog eens proberen. Als ik dus, even kijken, met die blender. Dit is dus het blender potlood. Is gewoon een soort wit potlood. En daarmee kan je dus de kleurtjes nog weer in elkaar laten poetsen. Dat is gewoon een soort, ja,
hoe zal ik het zeggen, een tovermiddeltje om de kleuren naadloos in elkaar over te laten lopen. Dus dat je echt je hele papier verzadigd gaat krijgen. En je ziet wel wat voor mooi laagje je dan er overheen krijgt. Oh. Dat wordt komende week weer heel veel kleuren, denk ik. Ik had eigenlijk andere plannen, maar ik krijg nu in één keer weer helemaal kleurmodus. Even kijken. De werking van de Derwent Burnish is gebaseerd op het achterlaten van een dunne laag was over het werk. Ja, dat kan inderdaad. De burnisher kun je ook. De burnisher gebruik ik zelf eigenlijk, ja. Eigenlijk nooit. Heel weinig. Ik ga even kijken. Deze erbij pakken, nog een klein beetje met de blender terpentine of met terpentine proberen om te laten zien. En dan is het ook echt wel tijd om te stoppen, denk ik. Zie je, zo'n uur is veel te snel voorbij. Nou, dit gaat wel een hele toffe klok worden. Kijk eens, het is toch gewoon leuk. Oh, ik hou ervan. Nou, voor mij zijn de potloden zeker geslaagd. Ja, in dit uurtje kan ik natuurlijk niet alles laten zien. Maar volgens mij heb ik best wel veel informatie ook gegeven. Nou, kleurenkaarten gaan er dus nog komen. Kijk ook in de groepen van onder andere Colorstock en dat soort groepen. Derwent. Om... ja, meer kleurencombinaties ook te gaan bekijken. Ik zal er ook zeker nog wel vaker mee live gaan. Dat is ook wel één ding wat zeker is. Maar dit was gewoon echt even een allereerste testje. Jullie zien wel, ik moest ook gewoon nog slijpen. Dus ik had nog niks gedaan. Oh, het Perfect Coloring Paper. Nee, die had ik nog niet geprobeerd. Nou, even heel kort Perfect Coloring Paper. Goed dat je het zegt, Marianne. Even kijken. Perfect Coloring Paper. Even alleen met een stukje paars. Even kijken hoe daar de kleur weer op gaat liggen. Nou... volgens mij kan die ook gewoon prima. Kijk, je ziet wel. De eerste laag zit er alweer lekker snel op. Even weer een donkerdere paars eroverheen. Dus ik doe wel vaak met meerdere tinten tegelijk werken. Je kan er ook wat grijs onder gooien voor de schaduw. Of een beetje blauw erbij onder voor de schaduw. Even kijken. Deze keer komt er ietsjes van een aqua tintje bij. Dus een klein beetje blauw er weer bij. Dan weer in deze kleur erbij. En dan gaan we hem blenden met een lichtere kleur. En dan trekken we de kleur weer ietsjes verder door naar boven toe. En dan wil ik bij deze het laatste gaan blenden met wit, zodat dat bovenaan gewoon lekker licht blijft. Dus deze gaan we als laatste blenden met onze witte. Dan trekken we nog een klein stukje naar boven toe. En voilà.
Ook op het Perfect Coloring Paper kan je heel mooi kleuren met deze Chroma Flow. Dus ook het Perfect Coloring Paper is gewoon goedgekeurd. Er zijn eigenlijk weinig soorten waarover ik niet tevreden ben. Deze zou ik alleen wel in combinatie met terpentine doen. Maar dat is dus gewoon per papiersoort eventjes zelf gaan testen. Nou, nu ga ik wel echt afsluiten. Jullie gaan zeker nog meer hiervan horen en voorbij zien komen. In ieder geval voor nu nog een hele fijne avond. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei!